Oké, okay, so, jammer genoeg, data science is niet een protective term. Iedereen kan zichzelf een data scientist noemen. Je gaat goed om met data, dus je snapt hoe je data kan transformeren en verwerken. Ja. Je kent statistische modellen, so dus je kent hoe een linear regression werkt, maar je kent ook machine learning modellen, so dat is in van hoe decision trees en random forest werken. En de laatste stap is blijkbaar belangrijk, is dat je ook kunt hacken. Dat je snapt hoe code werkt en hoe kan je een stabiel code maken. Dat als het in productie gaat, dat het geen... Dat je hebt voor gezorgd dat uitzonderingen niet het systeem gaat breken. Zoals noemen we meestal hacken. Dat je snel iets voor elkaar kan krijgen. Ja? En die dingen samen zijn voorlopig de definitie van een data scientist. Okay.